Ja, dan kom je dus uit Eritrea en die gingen dus vroeger allemaal eerst naar Zwitserland. Ja, want dat papegaaien ze allemaal snel aan elkaar door. Maar daar hebben ze de asielregels aangescherpt. En toen hebben ze elkaar verteld: gauw naar het kleine landje aan de Noordzee. Ja, want daar kom je gewoon, daar kan je gewoon zo naar binnen lopen. En dan krijg je een bed en een bad en brood. En dan krijg je van alles en nog wat. Wordt in de watjes gelegd. Krijgt ook nog een creditcard met geld erop. En, ja, joh. Geweldig. En ze geven je ook nog een huis als je een beetje statushouder bent. Ja, de top, joh, in Nederland. Ja. En dat vertellen ze elkaar. En uit dankbaarheid hebben ze nu Den Haag gesloopt. Ja. Dat dachten ze bij zichzelf. Laten we dat eens even doen. De boys uit Eritrea. En als we nou toch bezig zijn, laten we nou stenen gooien naar de politie. Laten we ook nog eventjes, om het nog leuker te maken, wat politieauto's in de fik steken. Het was daar één groot oorlogsgebied geworden in Den Haag. En nu moet je opletten, hè? Nu hoor je ze niet van links. Van D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Nee, want dat is de club. Hè, de deugdneuzen en politiek correct. Die vereniging, ja, die zijn altijd van: kom maar binnen met je knecht. En nu, mondje dicht. Je hoort ze niet. Nee, want dit is het gevolg van dit beleid van tientallen jaren. Van: kom maar binnen met je knecht. Dan krijg je dit van, vrienden. Ja, en dan zijn ze op links o zo verbaasd. Want dat is het lollige ervan. Dat de PVV zo groot wordt. Ja, raar, hè? Gek, hè? Die Wilders hoeft helemaal niks te doen. Die hoeft alleen maar af en toe naar het nieuws te kijken op tv. En weer een paar zeteltjes bij te schrijven. Dat is het enige wat Wilders nog hoeft te doen. Ja. Denk daar nou eens over na, op links.